Oké, we gaan nu in plaats van de Chubby Bunny, wat echt een mega schandaal was, gaan we de frikandellen challenge doen. Ik ga nu 15 frikandellen bestellen en dan gaan we kijken wie zo snel mogelijk de meeste frikandellen kan eten. Oké, saus. Oké, 15. Tering. 2, 3. Die mensen daar moeten wel niet denken. Nou, inderdaad. 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14. Frikandellenpizza. Zanger Raymond, als je dit kijkt, kan je een lied over frikandellen maken, alsjeblieft. Wil je ook weer niet van saus iets erbij? Nee, daar ga je helemaal vol van zitten. Ja, maar wil je niet mayo of zo erbij? Maar Mo, ik geef alleen maar een tip, hè? Maar van saus ga je nog sneller vol zitten. Ja, dat is waar. Maar goed, ik ga ze bestellen en we gaan het straks doen. De frikandellen zijn binnen, maar het zijn er 14 in plaats van 15. Weet je nog wat ik kom over dan wel? Ben je er klaar voor, Danique? Ja. Bakje saus. Ik had geen trek en honger, maar nu ik deze ruik. Geen trek en honger? Geen trek en honger. Oh, sorry schat. Het is wel lekker. De fruit hebben we nummer 7 down. Cola light like a town. Oké, wat de challenge dus inhoudt, is zoveel mogelijk frikadellen eten. En ik ga winnen. En Danique zegt dat ze gaat winnen. Hoe lang doen we? 5 minuten. In 5 minuten kijken wie er zoveel mogelijk op kan? Oké. Okay. Of 10. Nee, 5. 5. Oké. Okay. 3, 2, 1. Goed. Oh, hey. Ah. Je gaat nog raven, man. Wat? Je gaat dus razen, je hebt mijn bed verbrand. Nou, je doet het goed of vindt het niet? Hardlopers en doodlopers. Ik stek toch niet voor me. Frikantje. Ik heb echt een normaal heup. Zo is het allemaal niet vreemd met kees, ik kom recht uit het vet. Dit zijn voor jou 8 happen, voor mij 2. Het lijkt of ik keihard ga. Godverdomme, nog 10 minuten. Huh? Nog 10 minuten dan. Niek, echt, jij gaat die Big Mac Challenge zo hard verliezen op deze. Helemaal niet. Ik was echt toch niet hiervan. Echt? Het is zo warm. Nog maar 3 minuten, hè? Oh, je breekt ze op in stukjes. Ja, omdat ze gewoon koeler worden. Is dat waar? Tuurlijk. Mijn tweede is al bijna doorheen. Ik ben nog maar de eerste. Wil je er 10 minuten van maken? Denk ik wel. Oké, nog 7 minuten dan. Ik ga hem dunne uitzoeken. Ik ga het ook doen in stukjes. Vieze tactiek hierachter. Deed jij dat ook? Zie je hoe ze... Dat vraag jij net aan mij. Of het in stukken doet. Dat vraag ik jou. En toen zei ik, ga hem dunne uitzoeken. Oh. Die cola valt ook niet prima. Stuk in mijn huig. Doe thuis niet naast, echt gevaarlijk dit. Ik ben nu wel echt vol te raken al. Ja. Daarom zeg ik, die Big Mac Challenge gaat je niet lukken. Echt wel. Eeuw. Ik haat frikandellen. Ik ook. Kijk, dan zou ik nu klaar zijn. Ja, oké, ik heb 3 en 2 op. Nou, ik ben benieuwd. Die cola is echt goddelijk tussendoor. Ja, maar dat is echt zo dom. Dan ga je er zo vol van zitten.
Daarom pakt hij het zeker, zoals van aardig doen. Dit is nummer 3, hè? Nummer 3, hè? Hardlopers zijn looplopers. Ik ga nu rustig verder met mijn 10 frikandellen. Oh, lekker kattenvoer. Nee, stop je dit nou weer in je mond? Ja, anders heb ik verloren. Inderdaad. Ik denk echt dat ik hierna een half jaar een frikandelle meer hoef. Nou, dat dacht ik ook naar die andere frikandelle challenge. Geloof me, ik wil snel genoeg een frikandelle. Weet je wat je eigenlijk moet doen? Dat is een goede tactiek. Als je van die feestjes bent en ze hebben van die kleine stukjes frikandel, dan vreet je dat toch altijd tering veel. Dat je het echt lekker vindt. En gewoon echt kleine stukjes en dat doe je alsof je op een verjaardag bent. En dan ga je zo, oh, nog een klein frikandelletje. En die duw je zo in je mik. Toen nog thuis woonde, aten we elke zaterdag patat. Met frikandellen. En dan had ik rustig 3 bord patat en 3 frikandellen. Dus, nummer 4. Jij hebt er nog maar 2 nu, hè? Mijn duiven. Dat deed ik bij die vorige challenge niet. Ik ging de dingen bijschrijven en ging even naar de wc. Weer misselen? Ja, dat is even zen. Nog 2 minuten. Ik heb je gehoord. Godverdamme. Ik wil hem wel. Een mammoet, weet je wel. Dit bedoel je. Ah, van de mond. Ja, god. Nu heb je ook een nieuwe. Ik kan dit niet meer. Een tyfus challenge weer. Ja, dit is weer echt kut. Hoeveel heb je er nou? 4. Dit is mijn 5e. Echt niet? Ja. Echt niet. Echt? Echt? Ik kan terugkijken op beeld, hè? Doe maar. Laatste minuut. Ben je dit? Ik kan echt niet meer. Ja, ik ook niet. Oh nee! Auw. Zie, we hebben er 7 opgegeten. Jij 2, ik 5. Oké, anyway. Dit waren dus 2 mislukte challenges. Echt enorm. Maar wil je nou Danique alsnog de frik of de Big Mac challenge doen? Weet je wat we kunnen doen? We kunnen rondes doen. Nega wil al tegen jou spelen. Jomer wil ja, tegen jou spelen. Ja, dan ben ik 20 kilo zwaarder. Nou, dan mag je zeg maar een week niks eten en dan elke vrijdag doen we de Big Mac challenge. Dan doen we gewoon rondes. Gewoon Big Mac kampioenschap. Heb ik een nieuwe serie voor mijn kanaal. Wie lijkt dat leuk? Hey, maar wil je dat doen? Dan doe je mee met het kampioenschap. Zet je nou je lieve poezelige gezichtje op? Wil je dat doen? Dan regel ik kandidaat en hoef je niet elke week. Maar dan ga ik indelen in poelen. Poelen? Hoe noem je dat zo? Lekker poelen. In poels. Zo zeg je dat nog. Nou, ik kan niet. Nu schaam ik me. Nee. En dan gaan we dus dat spelen. Een Big Mac kampioenschap. I like it. Oké, okay. Jij hebt het ook mee. Yes, ja, is goed. Ik eet er toch maar 1. Jezus.